Theatermakerij Het Eenzame Westen is ontstaan uit de enorme goesting van drie West-Vlaamse spelers om samen stukken in het West-Vlaams te hertalen en te spelen. Dit keer zetten ze hun tanden in een stuk van één van West-Vlaanderen's fraaiste zonen. Sukker, oftewel Suiker van Hugo Claus, duikt in de thematiek van werkmigratie. Een verhaal over Vlaamse arbeiders die tot in de jaren 50 suikerbieten gingen rooien in Frankrijk. Ook vandaag bestaat werkmigratie natuurlijk nog steeds. Waar wij vroeger vertrokken, vertrekken zij nu naar ons. De voorstelling verhaalt de zoektocht van werkmigranten naar beter, naar vrijer, naar altijd meer. En zoals steeds bij voorstellingen van het Eenzame Westen is het West-Vlaams de voertaal. Tijdens Sukker duiken er natuurlijk ook wat vreemde talen op, zoals Pools en Russisch. En Mark Toussaint, onze Mark Toussaint zelfs, emigreerde heel eventjes naar West-Vlaanderen, maar stond vanmorgen gewoon weer op de redactie met deze reportage. Witter van het syndicat, me ze niet... Me ze niet akkoord, hè? Niet akkoord, hè? Nee. Hoe dat dier? Maar ja, dat is... Dat is... Je ziet hier... Je is hem... Moeilijk. Een kans apart, hè? We hebben gekozen voor Sukker. Suiker van Hugo Claus ligt al een paar jaar op de plank. Maar niet zozeer om dat stuk te spelen, maar eerder om het te hebben over seizoensarbeiders. Of arbeiders die werken over de grenzen heen. Maar vooral om het eigenlijk om een omkering te maken. Waar wij vroeger als West- en Oost-Vlamingen vooral naar Frankrijk gingen om de bieten uit te doen. Is nu vooral... bij ons dan Oost-Europeanen die naar hier komen om harde, vuile werk te verrichten. En die omkering, dat is al een paar jaar dat dat speelt in mijn hoofd. En vandaar dat we ook de titel behouden hebben. Niet dat we eigenlijk ons laten inspireren hebben door het stuk of dat wij een adaptatie maken van het stuk of zo. Nee, we hebben echt een volledig nieuw stuk geschreven aan de hand van interviews met mensen die zowel buitenlanders te werk stellen als die buitenlanders zelf. Is dat goed, Fink? You didn't say anything. Zonder problems, hè? Poch, woopje. Echt am de zouwisch. Not moving. You look dead. But you weren't. You just... Een mens die beweegt, die beweging is... Tjeuten dat ik zie, allee hoe. Die vooruitloopt, bijvoorbeeld. Dat lijkt niemand dat commandeert van oor van die meur te gaan staan. Dat zijn dus niet alleen maar spieren die in actie zijn. Hoe dom kan je zijn? Ah, nee, hè? Het voordeel van locatietheater is natuurlijk dat je fantastische beelden kunt creëren. Wij staan er zelf in. We hebben het nog niet gezien, maar het schijnt dat er echt wel heel straffe beelden in zitten. We hebben hier, ik denk, een 26-tal ton bouwafval binnengebracht in deze loods hier. Maar vooral gebruiken we de loods aan zich zoals ze is. Rauw, kaal en die sfeer, dat is zo'n meerwaarde voor deze vertelling. Want hun leven is natuurlijk ook wel redelijk rauw en kaal soms. Dat is mijn mooie plan, hè. Dat moet je eerst drogen, hè, die lim. Kleinste kind weet dat. Je leert dat al in de krutscholen. Eerst de lessen knutselen. Oftewel zag ik dat gebeuren dat die muur ging hem aanstoot en ik kan hem wel tegenoen. Wat ik wel nog wil vertellen is ook dat er een fantastisch koor meedoet. Je bent zeker 20 koorleden, allemaal vrijwilligers die hier hun hart en ziel de laatste weken gerepeteerd hebben. En dat heb ik wel kunnen, daar kunnen wij wel naar kijken. En dat is echt prachtig. Als die mensen binnenkomen, dat gezang, ja, het is echt prachtig als zij dat doen. Dus over hen durf ik wel stoffen. Ja, binnenkort is Sukker van het Eenzame Westen.